Burgemeester Ina Adema heeft maandagochtend het startsein gegeven voor het Alpen Innovatiefestival. Dat gebeurde in het bijzijn van de burgemeesters uit de andere AS50 gemeentes. Os, Ude en Bernhese. In die vier gemeentes is deze week van alles te doen. Beginnende op maandag in Veghel. We hebben namelijk in het kader van het Open Innovatie Festival de hele dag allerhande workshops op het stadhuis. Bedoeld eigenlijk voor iedereen. Inwoners, bedrijven, mensen van andere overheidsorganisaties. Waarin we met elkaar proberen kennis uit te delen. Nieuwe manieren van werken aan te reiken. En dat alles eigenlijk om de overheid te innoveren. Met name alles binnen het publieke domein. En een deel daarvan, naar onze mening, hoort ook het feit dat het werk leuk moet zijn en leuk kan zijn. En dat deel doen wij hier buiten, namelijk door live Angry Birds te spelen. Vernieuwend is de workshop zeker. Maar wat heeft Angry Birds te maken met innovatief werken? We hebben een aantal elementen die wij belangrijk vinden in het werk. En dat is natuurlijk professionaliteit en dat is natuurlijk resultaatgerichtheid. Dat zijn echt elementen die erbij horen. Maar werk moet ook leuk zijn. En dat stuk, nogmaals, laten we hier op het Stadhuisplein zien. Het spel wordt door zeer diverse mensen gespeeld. En dat is precies wat het Alpen Innovatiefestival ook wil bereiken. Een gevarieerd publiek. Ik zag collega's, ik zag mensen van andere gemeentes uit de buurt. Ik zag inwoners, mensen van bedrijven. Dus eigenlijk iedereen die we ook op het oog hadden, die is er wel. Iedereen vindt het leuk, dat zie je ook. Er zijn een paar mensen ook van de jongerenraad. Een paar mensen hier van lokale scholen. Die zie je ook echt met sterretjes en glinsters in hun ogen. Ik zag ook volwassenen helemaal enthousiast zijn om dit hier te spelen. Dus helemaal leuk. En u heeft zelf het openingsschot gedaan. Hoe was dat? Dat was hartstikke leuk om te doen. Helaas heb ik wel niets geraakt, maar desondanks leuk om te doen. En heeft u dat in de echte Angry Birds ook vaak, dat u dan niks raakt? Ik raak ook wel eens niets, ja, zeker wel. Helaas. En u gaat het zo nog een keer proberen of houdt u het voor gezien van vandaag? Ik wil absoluut ook nog wel wat raken vandaag, hier ja.